Hallo, ik ben Petra van Precious Angels Solutions. Ik ben manifestatie- en motivatiecoach en ik help jullie, particulieren en ondernemers, bij het manifesteren van je ideeën, je wensen en je dromen. En dit door de kunst van het bewust manifesteren aan te leren, zodat jij het leven kan manifesteren van jouw dromen. Vandaag weer een tarotkaartlegging situatie, uitdaging, uitkomst. En de drie kaartjes die ik deze week getrokken heb voor jou zijn de kaarten zwaarden 3, zwaarden 4 en aas van pentakels. Zoals je kan zien ligt op het vakje situatie het kaartje zwaarden 3. En bij zwaarden 3 doorboort het verstand het gevoel. De kaart geeft aan dat je een beslissing neemt die tegen je gevoel ingaat. De beslissing wordt genomen omdat het verstandig is, niet omdat het goed voelt. Dit kan een beslissing zijn die niet helemaal zuiver is, of het kan gaan om een noodzakelijke stap die een bevrijdend gevoel geeft. Zwaarden 3 kan ook staan voor hartzeer en liefdesverdriet. In je werk geeft waarde 3 aan dat je beslissingen neemt en handelt tegen je gevoel in. Het kan zijn dat je werk doet waar je jezelf niet goed bij voelt, of het kan staan voor het voeren van een moeilijk gesprek wat je liever niet wil doen. De kaart kan ook laten zien dat je op je werk pijnlijke ervaringen meemaakt die te maken kunnen hebben met een ontslag of hiernaartoe kunnen leiden. In relaties staat zwaarde 3 vaak voor liefdesverdriet. De beslissing die je neemt gaat tegen je gevoel in. De kaart geeft hier teleurstelling, pijn, hartzeer en meestal het einde van een relatie aan. Zwaarde 3 kan hier ondanks de pijn en het verdriet toch positief uitwerken. Er is vast beslotenheid om jezelf los te maken uit een relatie die niet goed voor je was. Dus misschien is er iets aan de hand wat jij eerder niet hebt willen zien, en ben je sterk genoeg om te doen wat noodzakelijk is? Luister jij naar je hoofd of naar je hart? De Drie van Zwaarde is, of Zwaarde Drie liever, hè, is een van die kaarten die onmogelijk iets anders kunnen betekenen dan slecht nieuws. Zoals de afbeelding suggereert, is het een indicatie van pijn en liefdesverdriet, vaak veroorzaakt door slechte communicatie of gewoon kwaadaardigheid. Het kan dus verraad betekenen of gewoon een gebroken hart. Hoe dan ook? Het enige wat je kan doen, is de stukken bij elkaar rapen en proberen iets van de situatie te leren, zodat je hier nooit meer in terechtkomt. Daar het kaartje zwaarde drie op de positie situatie ligt, is er dus misschien liefdesverdriet in jouw leven. Of op je werk iets wat je met je verstand beslist in plaats van met je hart. Het is in elk geval van invloed. Op hoe je naar de wereld kijkt. Is dit een goed iets omdat het je ervan weerhoudt opnieuw gekwetst te worden? Of weerhoudt het je ervan om anderen te vertrouwen? Misschien kan de situatie wel worden hersteld met betere communicatie? Of wat is het dat je uit deze situatie kan leren? Op de volgende positie, de positie uitdaging, ligt het kaartje zwaarden 4. Zwaarden 4 geeft stilstand aan. De kaart staat voor het niet actief bezig kunnen zijn en afgedwongen rust. Door omstandigheden word je afgeremd in datgene wat je graag wil doen en dit kan verschillende oorzaken hebben. Je wil wel actief bezig zijn, maar je kan het niet. Je wordt gedwongen om rust te nemen. En de keuze om in deze rust af te zien en te lijden is aan jezelf. Je kan deze gelegenheid echter ook aangrijpen om tot jezelf te komen. In je werk geeft zwaarde vier dus aan dat er geen schot in de zaak komt. Alles staat stil en lijkt uitzichtloos. Ontwikkelingen zijn op een dood punt terechtgekomen en onderhandelingen liggen in de diepvries. De kaart geeft aan dat je krachten uitgeput zijn. In dit soort situatie heb je rust nodig. Kan het goed zijn om afstand te nemen, een adempauze in te lassen, of heb je misschien hulp nodig van een dokter? Zwaarde 4 geeft aan dat je pas weer actief aan de slag kunt als je helemaal op krachten gekomen bent. In relaties geeft zwaarde 4 aan dat je door omstandigheden geïsoleerd bent of je gevoelens even onhold in de wacht hebt gezet. Het kan zijn dat je jezelf verlaten en buitengesloten voelt van de liefde. Het kan ook zijn dat je je in je huidige relatie vereenzaamd of uitgeblust bent of voelt. De kaart geeft aan dat je op een punt bent aangekomen dat je alles misschien wil opgeven. Het is belangrijk dat je jezelf nu rust gunt, afstand neemt van de problemen en jezelf niet belast. Dus hoe zou jij met deze uitdaging kunnen omgaan? Hoe kan jij met deze periode omgaan? Wat houdt je tegen of waarom staat alles stil? En heb jij het geduld om even stil te staan bij deze uitdaging, om even afstand te nemen en terug op krachten te komen? Gebruik jij deze periode op een positieve manier of hoe zou je dit kunnen doen? Het kaartje zegt in elk geval om te slapen, misschien om te dromen. En ook rust je uit of trek je jezelf terug. We mogen ons namelijk allemaal van tijd tot tijd terugtrekken uit de wereld en een pauze nemen op adem komen en hergroeperen. De truc is om het verschil te kennen tussen het gebrek aan beweging dat positief en heilzaam is. En het gebrek aan beweging, dat betekent dat we vastzitten. En daar het kaartje zwaarde 4 gevallen is op de positie uitdaging, is het voor jou waarschijnlijk een uitdaging om in jouw situatie rust te nemen, je geest te verfrissen, jezelf de tijd en ruimte te geven om lichaam, geest en ziel te vernieuwen. Of is het voor jou een uitdaging om actie te nemen? Omdat je vastzit in een sleur? Ben je moe en overweldigd? Loop je weg van het maken van moeilijke keuzes of het nemen van beslissende actie waarvan je weet dat die nodig is? Is er misschien iemand in je leven die je tegenhoudt of wiens gebrek aan actie een negatief effect heeft op je huidige omstandigheden? Deze kaart geeft dus in elk geval aan dat je vast zit en dat je of rust nodig hebt of dat je een wake-up call nodig hebt. Dan gaan we even verder kijken naar de positie uitkomst en daar ligt het kaartje Aas van Pentakels. Aas van Pentakels staat voor potentieel dat in je aanwezig is. De kaart geeft een kans aan die je kan benutten. Aas van Pentakel staat symbool voor het realiseren of concreet maken van dingen. En het gaat hierbij niet alleen om uiterlijke rijkdom, maar ook om innerlijke rijkdom. Deze kaart is samen met de kaart Aas van Bekers een van de grote gelukskaarten van de tarot. Je hebt dus de mogelijkheid in je die je kan benutten om vervulling te krijgen. Deze vervulling wordt je echter niet zomaar gegeven. Je mag het vinden en ervoor werken. <laughs> het zoeken kan heel veel moeite kosten, maar het resultaat van Aas van Pentakels is heel solide, duurzaam en geeft je een gevoel van diep innerlijk geluk. In je werk staat Aas van Pentakels voor een grote kans om datgene te bereiken wat voor jou belangrijk is in je werk. Dit is voor iedereen verschillend en kan te maken hebben met gevoel van zekerheid, een goed salaris of persoonlijke roem en status. In veel gevallen staat het echter meer voor innerlijke tevredenheid en het vervullen van iets zinnigs. Met Aas van Pentakels heb je altijd de mogelijkheid om in je werk je doel te bereiken. In relaties geeft Aas van Pentakels aan dat je een concrete kans krijgt om een intens gelukkigmakende, solide en duurzame relatie aan te gaan. De kaart is meestal een voorbode van een nieuwe relatie. Het kan ook zijn dat je in een bestaande relatie een kans krijgt om nieuwe mogelijkheden te benutten die een positieve verandering brengt. Op het kaartje Aas van Pentakels zie je dan ook een jonge heks die een magische munt omhoog houdt. Op de achtergrond komt de zon op voor een mooie dag. Zelfs de kat straalt tevredenheid uit. Bij de Aas van Pentakels draait alles om de goede dingen: geluk, kansen, vreugde, noem maar op omdat de pentakels doorgaans welvaart, carrière en huis vertegenwoordigen, kan deze kaart een indicatie zijn dat goed nieuws iets met een van deze te maken heeft. Welvaart, carrière of huis. Of misschien is het slechts een indicatie dat de dingen in de richting gaan waar je op hoopte. Wat er ook gebeurt, je kan er vrij zeker van zijn dat deze kaart goed nieuws met zich meebrengt. Nu mag je er alleen nog achter komen hoe je het meeste gaat halen uit de kansen die op je pad komen. Al bij al een trieste situatie met een uitdaging om aan te pakken door ofwel te rusten ofwel actie te nemen, maar met een heel positief vooruitzicht. Ik wens je alvast heel veel succes en geluk met jouw situatie en uitdaging en met wat je graag nog wil bereiken. Je kan dit altijd bewust manifesteren. Voilà, dat was mijn legging situatie, uitdaging, uitkomst voor deze week. En wil jij graag een persoonlijke tarotkaartlegging op maat van jouw situatie of probleem boeken, dan kan dat altijd via mijn website www.preciousangelsolutions.com Onder het tabblad Sessies en Consulten. Dan neem ik voor jou een privé YouTube-video op, enkel zichtbaar en privé voor jou alleen. De link bezorg ik je dan per e-mail. En voor deze persoonlijke reading, situatie, uitdaging, uitkomst betaal je momenteel slechts 20 euro, dus wees er snel bij, zou ik zeggen. Ook een legging verleden, heden, toekomst behoort tot de mogelijkheden. Alvast een hele fijne dag, en tot de volgende reading op mijn YouTube-kanaal. Dag!